historisch schip. En je kan zien hoeveel het betekent. Dit is echt fantastisch. Echt fantastisch. Wat doet het met jullie als team? Ja, je ziet het. Eén groot feest, één groot gekhuis. We hebben hier heel erg voor gestreden. Dit is echt fantastisch. En dat hebben we ook verdiend. Hoe nu verder? Feest vieren. En daarna? Op vakantie en nog een feest vieren. Wat vindt u ervan dat ze gewonnen hebben? Ja, ik vind het geweldig. Drenthe in de Eredivisie. Maar ja, ik ben nog maar net commissaris. Ik vind het zo vreemd. Het is een geweldig feest. Dus ik vind het ook willen mensen weer. Ik ben er heel blij mee. En die jongens van ons. Wat voor gevoel geeft het u? Nou ja, kijk, Drenthe is altijd nogal bescheiden. En we mogen nou best een keer zeggen dat we ook in de Eredivisie onze partijtje mee voetballen. Dus ik verheug me heel erg op het komend jaar. Drenthe is altijd nogal bescheiden. Wat betekent dit voor Drenthe? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een enorme omsteker. Je ziet dat alle Drenthe van heinde en ver dit feestje komen vieren. Ik ook. Ja. Wat doet dat met u dat ze gewonnen hebben? Ja. Ik vind het geweldig. Ik zit al 18 jaar op de tribune. En we hebben hier zo lang op gewacht. En eindelijk is het zover. Dus ik vind het een geweldige dag. Ik ben een voetballiefhebber. Ik ben een Emmenaar. Ik ben een Drent. Dus hartstikke mooi voor ons. Wat doet dit met de gemeente? Ik denk dat het voor de gemeente een belangrijke exposure geeft, maar voor de hele provincie. Dus voor het eerst dat Drenthe het Eredivisieploeg heeft. Dankjewel.